Ja, lieve vriend, ik zie er niet uit. Maar ja, ik heb alles weer gedaan, gepoedeld, schone kleren aan. Dus ja, dan zie je er even anders uit dan wanneer je opgemaakt bent. Ik moet me nog straks opmaken, want ik wil eigenlijk nog proberen om weg te gaan. Ondanks dat de tijdstip al laat is. Het is 2:15. En we leven op zaterdag 18 mei. En ik wens jullie ook van harte welkom weer bij een gloednieuwe vlog. Ja, want ik had beloofd om naar de Zwaantjes toe te gaan. Maar ja, het is ook lange licht, dus het kan wel. En ik wil nog even een vlog renderen. Goh, ik kom niet meer uit mijn woorden, jongens. Zo dan. Maar ja, maakt niet uit. Komt allemaal goed. We gaan gewoon straks wel het mooie weer nog in als ik mijn eigen verder klaar heb. Maar ik dacht eerst even een bakje koffie doen. Ja. Ik was moe geworden door, ja, je bent bezig, drukdoenderig. En dan raak ik toch even van uit mijn doen. Moet toch even mijn rust nemen. Dus maar naar beneden, de boel opgegooid in Frode naar buiten, de dieren naar buiten, Eeuwiniek naar buiten toe. Enkel die gaat gelukkig niet over de schutting heen. En dan straks, wanneer ik uitgerust ben, ga ik weer naar boven toe. En dan knap ik me verder op. Ja, ik heb mijn vest nog even aan, want ik had last van mijn rug. Eigenlijk nog een beetje, maar ach. Ik denk wel warm houden, weet je. Want zo is het koud, zo is het warm, zo is het koud. Maar oké, okay, we gaan nou genieten van het prachtige mooie weer. Dus geen gezeur, geen gemekker en gewoon gaan met die banaan. Ja toch? Ze zeggen genieten van en tot straks. Zo, lieve vrienden, ik ben er klaar voor. Ja, dat we gaan straks lekker ontoer. Mijn telefoon die is bijna opgeladen, dus dan gaan we straks lekker ontoer. Ik neem de koper ook mee. Waar we langs gaan, ik weet het niet. We gaan gewoon de neus van de booster achterna. Ik ga eerst even wat op internet opzoeken, want ik wil mijn booster op 0 kilometer hebben staan. Dat ik opnieuw kan gaan tellen. Ja. Want ik moet mijn accu's goed leeg zien te rijden. En ik moet weten hoeveel kilometer ik op volle accu's doe. Dus ja, dan moet je ze toch eventjes op nul zetten. Dus dan ga ik eerst even op internet. Even kijken hoe ik dat exact moet doen. Want ik heb het één keer gedaan, dat was bij Mary. Maar vraag me eens hoe ik het gedaan heb. In één stond je op nul. Dus ja, ik weet het niet meer. Dus dat gaan we even bekijken en doen. En dan zal ik hem zo vast op nul zetten. En dan kunnen we daarna gaan. Ze zeggen tot later.
Thank you.
zal jullie vertellen, ze zijn aan het zwemmen. Oh, wat geweldig! Oh, wat geweldig, wat mooi hè! Ik doe je niks liever. Nee hoor. He, wees maar trots. Ja, je bent mooi hoor. He, 7 kindertjes. Oh godje, geweldig. Ik kan helaas niet lopen, want ik heb mijn stok in het mandje, die had ik nog niet uitgeklapt. Ik denk, voordat ik te laat ben, moet ik dit laten zien. Ik vind het zo mooi. En daar gaat een meerkoetje, maar waar de... Ja, ik zie jonkies aan de overkant. Daar is ook een nest. Ja, daar is ook een nest. Hoe geweldig is dat? Ik ga even bewegen, ik kan er niks aan doen. Ik wil mijn stok even pakken. En dat gaat allemaal met moeite en pijn natuurlijk. Ja, want mijn hele stiekje moet er nog af. Ook dat nog. Dus jullie bewegen, ik kan er niks aan doen. Kijk, meneer papa Zwaan die kwam hier naar de berm toe. Met andere woorden, blijf jij even uit de buurt van het water. Maar ik kom er toch niet in. Sowieso mij te koud en te weden, te vies. Echt geweldig, de gazen daar aan de andere kant. Nou, toch mooi mensen. Ja, ik vind het mooi. Nou, we gaan verder zoeken. Weet je of we nog wat vinden?